oud-protheticus, Rick Veringmeijer in het Hof van Spaarland. Rick, corona. Maar jij moet met die mensen in hun mond werken. Hoe lastig is dat? Ja, dat is aan de ene kant best wel lastig. Meer voor de mensen dan voor mij. Want ja, wij zijn wel geoutilleerd en we zitten eigenlijk altijd al met een mondkapje. De laatste half jaar zeker. En hygiëne, ja, dat is ons ding. Dus de mensen hoeven zich eigenlijk niet druk te maken. Het is meer eigenlijk dat de toeloop momenteel verspreid is. Ja, mensen mogen maar mondjesmaat binnen, met afspraken het liefst. Niet zomaar binnenhuppelen. Maar we zijn nog gewoon open voor normale werkzaamheden. Merk je wat van die corona bij de klanten? Ja, zeker. Mensen zijn wat terughoudend. Hè. Durven eigenlijk niet zo goed naar binnen. Ja, dat is wel jammer, want we willen toch wel graag die mensen helpen. Dus loop niet te lang door met een gebroken prothese. Het is aan te passen, het is heel makkelijk op te lossen. Ook een nieuwe prothese mogen we ook nog steeds schoonmaken. Verzekeringen keuren ons ook nog steeds gewoon prima goed. En ja, eigenlijk zijn we heel verantwoord bezig. Alleen de mensen moeten dan wel proberen te komen. Niet op de lange baan schuiven. Want de gezondheid voor alles, want vieze protheses, daar kan je ook ziek van worden. Ja. Je hebt veel contact met tandartsen. Hoe gaat het hen af? Hetzelfde idee, ja, de mensen moeten gewoon een wat lege wachtkamer eigenlijk voorzien, met andere woorden weinig mensen. En echt stipt op de afspraak dat ze binnenkomen. En uiteraard sturen die mensen ons ook wel weer mensen toe. Wij krijgen die verhalen te horen dat het best wel goed gaat bij de tandarts. Bij ons idem dito, mensen moeten daar eigenlijk niet bang voor zijn. Het probleem is dat wij hun graag willen helpen, de tandarts wil ze ook graag helpen. En die tandarts kan het ook gewoon goed oplossen en wij ook. Dus mondzorg zit eigenlijk niet in het verdomhoekje, gewoon systematisch langskomen en proberen het gewoon te continueren. Maar goed, mensen zijn toch ook een beetje bang voor de financiën. Hè? De tijden worden zorgelijker. Heb je daar wat van gemerkt? Nou, voor ons is het nog steeds hetzelfde. DSW is gelukkig een goede zorgverzekeraar en vergoedt nog steeds alle behandelingen. Tot op zekere hoogte natuurlijk, naar hoogte je verzekering hebt. En volgend jaar is het ongeveer hetzelfde. Dus de problemen die zijn daarvoor niet aan de orde. Volgend jaar eigenlijk ook de basisverzekering nog steeds hetzelfde. De aanvullende verzekering ook bij DSW hetzelfde. Dus de gebitsprothese wordt ook niet duurder. En de behandelingen bij de tandarts, ja, die liggen dus gewoon aan of jij te lang wacht. Als je te lang wacht met je problemen, dan worden de kosten duurder. Doordat je te lang hebt gewacht met pijn in je mond. Ja, en dan kan je wel eens voor een grotere rekening komen te staan. Dus, samengevat, ondanks de corona, als er problemen zijn of als je last hebt, gewoon langskomen? Ja hoor, geen probleem. Gewoon afspraak maken uiteraard, dat wel. Van tevoren bellen. Eventjes misschien aan de balie even zeggen dat we eventjes een afspraak kunnen regelen. Maar het liefst bellen en dan kunnen we u gewoon helpen. Een e-mailtje kan ook. We kunnen ook op kunstgebitschiedam.nl kun je ons ook gewoon een berichtje sturen. Dat je graag een afspraakje wil hebben. Dan kunnen we u bellen. Ook makkelijk. Geen probleem.